We hebben in Nederland een groot maatschappelijk probleem. Want onze kassamedewerkers zijn ongelooflijk gefrustreerd. En het loopt zo hoog op dat er een heuse Facebookpagina is opgericht waarop ze hun frustraties delen. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden voor dit probleem in de vorm van Thomas Pieters. Hij is een zanger die niks liever doet dan odes brengen aan kassameisjes. En ik ben ondertussen ook wel benieuwd wat hun frustraties nou precies zijn. Dus daarom volg ik vandaag kassameisjes. Oh, zo'n goede aanbieding. Wacht even hoor. Sorry, mevrouw. Ik heb zelf als klant wel eens frustraties over kassamedewerkers. Maar omgekeerd hebben dus de kassamedewerkers het ook over ons als klant. En veel meer. Veel klachten? Veel meer klachten dan andersom. Het is gewoon een heel vervelende baan. Je moet je voorstellen, je zit heel de dag op een stoel. Dat gaat na urenlang heel erg veel pijn doen in je rug. En dan heb je ook nog mensen die gewoon je het leven zuur willen maken, lijkt het wel. En ja, dat ben je na een uur of acht wel ontzettend zat. Die Facebookpagina, ik hoorde erover, 46.000 likes. Het is echt een groot maatschappelijk probleem waar we het over hebben. Eigenlijk wel. Er zijn blijkbaar heel erg veel gefrustreerde kassamedewerkers. Wie is nou hier jullie meest gefrustreerde collega? Ik denk toch Mariella. Het begon heel rustig, dat alleen mijn eigen vrienden het nog leuk vonden. En toen op een gegeven moment is het eigenlijk geëxplodeerd. Dat ik 2 of 3 dagen achter elkaar kwamen er gewoon 10.000 bij per dag. Heb je al eens gedacht, wat ligt aan mezelf? Misschien moet ik ook een dikkere huid kweken? Nou ja, dus eerst wel. Ik dacht dat ik de enige gefrustreerde kassamedewerker in Nederland was. Maar ja, toen kwam dus de Facebookpagina. En blijkt dat er eigenlijk 46.000 mensen zijn die hier net zo over denken als ik. Jullie zijn gewoon met z'n allen massaal en zijn jullie gewoon opgestaan. Wij kassamedewerkers zijn het zat. Sessa, wie is nou hier de meest gefrustreerde collega die hier rondloopt? Dat is mijn collega Mariella. Die zit bijna tegen het plafond van frustratie. Ja, die heeft altijd klanten op zaterdag waar ze helemaal gek van wordt. Waar zit ze ergens, Mariella? Ja, bij die laatste kassa. Dus het meisje met de bril daar, dat is Mariella? Ja, dat klopt. Oké, ze weet nu op dit moment nog van niks. Wij moeten haar eventjes naar het magazijn zien te krijgen. We lokken haar weg bij die kassa en dan nemen we haar mee en gaan ze naar het magazijn. Ja, dat is goed. Jij bent supermarktzanger. Klopt, ik ben inderdaad met mijn liedje Kassameisje, een liedje wat ik geschreven heb over een kassameisje waar ik op verliefd was, ben ik in de finale van de Grote Prijs van Nederland in Paradiso terechtgekomen. En toen dacht ik, als dank is het eigenlijk wel leuk om nu de kassameisjes te bedanken voordat ik toch door hun inspiratie zo ver ben gekomen. Het kassameisje zit daarachter, die ga je opvrolijken. Dus ik stel voor, dan gaan we in het emballagehok, lijkt me een mooie plek. Prima, ja. Als je dan hier verdekt opstelt, lok ik haar naar jullie toe en dan los. Yes? Oké, heel succes. Dankjewel. Als we eventjes de frustraties nemen tussen hier en hier, hoe hoog zit de frustraties? Hier. Wat is nou jouw grootste, je allergrootste frustratie die je hebt? Dat klanten je nooit, maar dan ook echt nooit gelijk zullen geven. En als we nou eens kijken naar het stapelgedrag hier. Hè? We zien daar bijvoorbeeld die band, die is helemaal volgestapeld. Ja. Kan dat nog of is dat al toch wel irritant ook weer? Dat is ook wel irritant. Dus dit is echt een schoolvoorbeeld van onverantwoord stapelgedrag. Ja. En hier zie je ook gewoon dat mensen gewoon ook dingen op de grond gooien. Ja, dat gebeurt ook, ja. Kunnen we wel eventjes misschien even bij de emballage dingen, daar bij de lege flessen misschien wel aardig. Dus nog even een scènetje opnemen. Waar zit dat ergens? Hey jongens, take it away! Dat had je niet verwacht, hè? Meisje is het mooiste, meisje is het mooiste, meisje in de massa, meisjes kennen het kassa, meisje op mijn boodschappenlijstje. Je weet echt niet wat je overkomt, hè? Dit had ik echt niet verwacht. Ja, ik wou dat jij mijn kassameisje was. Hoe vond je het? Ja, ik was een beetje overdonderd eigenlijk. Maar ja, ik ben ook wel echt de meest gefrustreerde cashier van allemaal. Dat is ook wat je collega's zeiden. Iedereen hier van, ja, jij bent toch echt wel de meest gefrustreerde. Maar ben je hier een beetje van opgevrolijkt? Want daarom hebben we het natuurlijk gedaan. Dat was ook het doel van de band, om jou toch weer een beetje lucht te geven. Ik ben hartstikke opgevrolijkt. Ik kan er weer flink tegenaan, hoor. Ja, echt. Echt waar? Ja. Dus dit is jouw kans. Even een gouden regel voor al die mensen thuis zitten kijken. Wat kunnen zij nou doen om jouw leven in de toekomst iets makkelijker te maken? Gewoon allemaal gedag zeggen. Ja, ik wou dat jij mijn kassameisje was.